Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb een Action Shop blog voor je. Naar de Action geweest. Het is wel een shopblog van 2 maanden. Het is dus van juli en augustus. En de spullen van augustus die komen uit Duitsland. Ik dacht, kan ik er net zo goed gewoon gelijk bij doen. Dus je kunt daar misschien wat prijsverschil in zien. Maar ja, wel weer eventjes leuk om te laten zien wat ik daar heb gekocht. Dus mocht je benieuwd zijn naar de spullen die ik bij de Action heb gekocht, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. De prijzen zullen zoals altijd in beeld verschijnen. De prijzen van Duitsland die zullen wat kunnen verschillen met de prijzen van Nederland. Omdat de prijzen daar soms toch iets anders liggen. Ik zal dan ook even beginnen met de spullen uit Duitsland. Ik kocht in Duitsland 2 keer de Airwick luchtverfrisser. Dat is bijvoorbeeld wel eentje waar het prijsverschil best wel hoog van was. Dit zijn gewoon weer van die luchtverfrissers. Ik heb er al eentje in de woonkamer staan. Ik heb er eentje in mijn douche en toilet staan. Ik wilde er heel graag eentje in de keuken hebben en in de gang. In de gang is het ook wel lekker, want mijn kattenbakken staan daar. En het is wel lekker als er af en toe even wat verfrissing komt. In de keuken wilde ik er ook gewoon heel graag eentje hebben. Ik heb geen afzuigkap, dus ik vind het wel lekker als er af en toe een beetje gespreid wordt. Die van de keuken zal ik nog niet gaan ophangen, want daar ga ik nog eventjes klussen in de keuken. Maar in ieder geval heb ik daar dus 2 van gekocht, dus dat is heel fijn. Ook kocht ik 2 keer een verfset. Zoals ik al zei, ik wil de keuken gaan opknappen. De keuken moet gewit worden. Ik ga 1 muur ook een ander kleurtje geven. Dus ik dacht, dan is het wel handig om verfspullen te hebben. Ik wacht wel even tot het hele warme weer voorbij is. Ik heb de verf ook nog niet in huis, maar heb ik in ieder geval alvast de verftreetjes. Het is gewoon zo'n bakje met een aantal rolletjes. Dus dat is wel gewoon handig. Dan heb ik die mooi alvast in huis en dan kunnen we weer aan de klus. Dan heb ik nog een set met siliconen rietjes gehaald. Ja, die rietjes die zijn best wel makkelijk om ook in een groot drinkglas te doen. En ik ben nog een beetje aan het uitvogelen van wat vind ik nou het fijnst. Ik ben wel benieuwd hoe siliconen gaat zijn. Je krijgt 4 rietjes met een schoonmaakborsteltje. Dus die heb ik ook mooi even meegenomen. Dan heb ik deze bak gekocht. Dit is zo'n organizer. Dit zijn 6 organizers. Ze zitten niet aan elkaar. Je kunt ze los van elkaar gebruiken. Ik wil mijn make-up hoek een beetje gaan organiseren opnieuw. De lades. En daar zocht ik een. Deze was ik al een tijdje naar op zoek. Maar elke keer waren ze overal uitgekocht. Dus deze heb ik nu gekocht. Dus ik ben heel benieuwd om dat ook te gaan organiseren. Ik weet nog niet precies hoe ik het allemaal ga doen. Maar daar kom ik wel achter als ik daarmee aan de gang ga. Dan heb ik kunstblaadjes gekocht. Ik vind het altijd leuk om als extraatje bij mijn foto's te gebruiken voor het blog. En elke keer dacht ik, oh, ik wil zo graag kunstblaadjes. Maar ja, elke keer dan was ik te laat. En nu lagen de herfstspullen er al. Ik dacht, nou, dan neem ik een zakje mee met kunstblaadjes. Dan kan ik dat weer gaan gebruiken bij de foto's. Even kijken hoor. Er zitten hier ook wat spulletjes in. Dan heb ik nog zo'n bakje gekocht. Ik zocht er nog eentje in het zwart. En in Nederland hadden ze ze steeds niet. In Duitsland vond ik hem wel met deksel. Dus die heb ik ook mooi meegenomen. Ik vind deze heel erg handig voor de knutselspullen boven. Dus daar heb ik hem eigenlijk voor gekocht. Dus een heel basic zwarte. Dan heb ik ook nog zo'n inkblending tool meegenomen. Ik heb er zelf eentje, maar ik merkte toch dat ik het een beetje weinig vond. Deze is ook net iets anders dan degene die ik heb. Want deze heeft weer wat meer bollere pads, zeg maar. En die andere waren meer rechter. Er zaten er ook meer in. Maar ja, hier kun je dus gewoon ook mee stempelen. Daar heb ik laatst al een keer een video over opgenomen. En die kun je dus daarbij gebruiken ook. Even kijken hoor, wat zit hier verder nog in? Oh ja, ik heb ballonnen gekocht. Ik ben bijna jarig, dus ik wilde ballonnen. Ze hadden alleen maar de confettiballonnen, dus ik heb maar een setje met confettiballonnen meegenomen. Ik wilde eigenlijk wel de gewone ballonnen hebben, maar die hadden ze niet. Dus ik dacht, nou dan deze maar. Hier zit dus confetti in, dus dat ziet er vast ook wel heel leuk uit. Even kijken hoor. Dan heb ik nog een scented setting powder. Ik vind deze heel fijn van de Action. Deze was nieuw met aardbeidjes.
Dus die heb ik ook meegenomen. Die vond ik wel heel leuk om te gaan proberen. Ook omdat je hiermee kan baken en zo. Dit is de Berry Sweet. Dus die. Dan hadden ze een nieuwe set voor je nagels. Dit zijn Nail It Retro Clam Stickers. Dit zijn van die nagelwrapjes. En die kun je dus op je nagels plakken. En dan heb je eigenlijk gewoon een kleur. Je kunt ze daarna ook nog lakken met een topcoat. Dit is een hele nieuwe hype. Je plakt dit op je nagels. Je kunt het een beetje bijveilen. Het is echt iets heel nieuws. En ik was wel benieuwd om dit te proberen. Dit is de Ombre Sky. Dan heb ik ook de Thrill Me Around meegenomen. En de Retro Glam. Dus ik ben wel heel benieuwd. Er zitten 20 stickers in. Het zijn Nail Wraps heet dus eigenlijk. Die vond ik ook wel heel leuk. Dan heb ik van de Beauty Depth in Hydrating Lotion gekocht. Ik heb hier ook al wat andere producten van. Het is van Rosewater. En de Hydrating Lotion was ik wel heel benieuwd naar. Want mijn huid is best wel droog momenteel. En dit is dus ook op basis van rooswater. En ik ben wel heel benieuwd of dat dit mijn gezicht misschien een beetje een opwerper geeft. Dan heb ik nog 3 nagellakjes meegenomen. Ik heb hier de kleur 480 Take a Dip. Dit zijn weer de zomerkleurtjes nog steeds. Een beetje een blauw kleurtje. Ik vind de lakjes van Max & More wel heel fijn. Dan heb ik hier de 428 Summer Love. Leuk rood kleurtje. Moet ik ook wel heel leuk uitzien. En de 447 Salty Kisses. Dat is deze. Die vond ik er ook wel heel leuk uitzien. Dus daar ben ik ook wel heel benieuwd naar om deze te gaan testen. Nou, dan gaan we door met de spullen uit Nederland. Ik heb allereerst weer zo'n set met klerenhangers gekocht. Er breekt er nog wel eens eentje. Dan gaat het bovenkantje eraf. Dus ik dacht, ik neem maar weer even een nieuwe set mee. Want die komen altijd wel weer van pas. Dus allereerst die. Ik heb deze altijd. Ik vind ze heel fijn omdat ze heel plat zijn. Dat je je kleding heel dicht tegen elkaar aan kan drukken. Maar ze zijn wel wat breekbaarder. Maar goed, ze kosten ook niet heel veel. Dan heb ik hier een self-tan water. Daar was ik wel benieuwd naar. Is ook van het merk Beauty Depth. Hier zit argan olijfolie in en karot extract. En hier zou je een beetje een bruine gloed van krijgen. Ik ben wel heel erg benieuwd. Je spreekt het gewoon op door dit spray flaconnetje, zeg maar. Verstuiver moet ik zeggen. En ik ben wel benieuwd of het wat doet. Dus die leek me wel eens leuk om te proberen. Dan heb ik verlengd dit magnetische Art Workshop bord gekocht. Hier zitten ook stempeltjes bij en je kunt hiermee tekenen. Het zijn eigenlijk een soort magneetjes en dit kun je dan weer weghalen. Is voor kindjes vanaf, even kijken wat erop staat, 18 maanden. Deze stond op de lijst, dus ik dacht, die ga ik kopen voor Jente. Voor haar verjaardag staat verder niet zo heel veel bijzonders bij. Maar ik denk dat een kindje hier zich prima mee kan vermaken. Dus die vond ik, die heb ik mooi voor Lente gekocht. Je kunt hem ook meenemen doordat hier een handvat aan zit. Dus dat is ook weer een hartstikke leuk bord. Dan heb ik een air freshener in de geur lavender gekocht. Ik heb dus nu meer van deze versprayers. En als je ze gewoon heel veel aan laat staan, gaan ze er wel wat harder doorheen. Ik denk dat dit er wel eentje zal zijn die ik in de wc zal gaan gebruiken. Want lavender vind ik meer zo'n wc-geur. Dus ik ben wel benieuwd naar die. Dus moet er als het goed is nog eentje in zitten. Ik ga gelijk even zoeken. Ja, we hebben het. En dat is de geur Flowers. Ik heb ze nu gewoon van het eigen merk gekocht. Je hebt ze ook wel van Airwick zelf. Maar dat vind ik gewoon, het prijsverschil is best wel hoog. Dus ik dacht, prima. Deze zou overigens 60 dagen verfrissing geven. Dus ik ben benieuwd. Dan heb ik dus nog zo'n bak gekocht. En ik had deze al gekocht. Deze is trouwens
heb ik gekocht in de aanbieding. Dus als er aanbiedingsproducten bij zitten, staat daar ook een sterretje achter. Maar ik wilde er dus toen al twee hebben en toen was ik er maar eentje, omdat hij op dat moment in de aanbieding was. Dus daarom heb ik in Duitsland nog eentje meegenomen. Maar deze zal dus, de prijs van deze is sowieso goedkoper omdat hij dus in de aanbieding was. Dan heb ik een fotolijst gekocht. Ik heb toen Lente geboren was een heel lief slabbetje gehad en die is me heel dierbaar. Er staat I love tante op en ik had hem gewoon in huis hangen, maar ik had het idee dat hij wat meer stof aan het happen was. Ik dacht, nou hoe leuk is het als ik hem ga inlijsten. Ze hadden niet echt hele kleine lijstjes, maar ik dacht deze is ook wel leuk. Dus die wil ik dan gewoon gaan ophangen met het slabbetje erin. Dus dat is wel een leuk klusje die ik dan ook mooi kan gaan uitvoeren. Dus dat vond ik ook wel heel leuk. Dan een setje met elastiekjes. Ja, elastiekjes gaan er gewoon hard doorheen. Ik heb heel lang van die kabel elastiekjes geprobeerd en ze werken hartstikke goed. Maar ze knappen ook best wel snel. Dus ik dacht, nou ik neem gewoon weer even zo'n hele simpele mee met van die 48 zwarte stiekjes. Dat is prima dan. Dan heb ik permanent markers van Avec gekocht. Hier zitten 24 kleuren in. Ik vind deze ook heel fijn om te gebruiken. Ook met schrijven of ja, gewoon met een kleur. Er zit een punt aan van 4 mm. Dus die vond ik gewoon fijn om te hebben weer met knutselen. Dan heb ik nog twee stickervelletjes gekocht. Ik heb allereerst deze. Deze is een beetje met... wat schrijfwaren en zo, met verf en zo, dat vond ik wel heel erg leuk. Hier zie je wat meer verfdingetjes. En op de achterkant zie je dan ook potloodjes en allemaal andere dingetjes. Dus die vond ik er wel heel leuk uitzien. Dus die heb ik gekocht. En ik heb er ook eentje met allemaal verjaardagsthema stickers. Beertjes, diertjes met cadeautjes, cijfers, special day. Ik vond hem gewoon heel erg leuk. En aan de achterkant zitten ook allemaal leuke stickertjes. Dus wel heel erg leuk. Dan heb ik een nieuwe oogschaduwpalette en dat is het Heaven Eyeshadow Palette. Dat is deze van Fab Factory. Het is momenteel echt een beetje een drama bij de Action. Er komen zoveel nieuwe oogschaduwpalettes uit en het duurt zo lang voordat het in de winkel ligt. Maar deze lag er wel en deze had ik nog niet. Deze vond ik er wel heel leuk uitzien. Zo ziet de binnenkant eruit. Hier ben ik ook wel heel benieuwd naar. Hier zal ook nog wel weer een losse video over komen. Want ik vind het wel leuk om deze ook in een video te testen. Maar ik vond het wel leuk met de kleuren. Dus ik ben wel heel benieuwd naar dit oogschaduwpalette. Mooi vormgegeven ook trouwens met dat zilver en goud. Beetje weer spiegeling. Dan heb ik een setje met magneetjes. Ik gebruik heel veel magneetjes om dingen op vast te zetten. En dan vliegt er nog wel eens eentje achter de verwarming. Die ik dan bijna niet terugkrijg. Dus ik dacht, nou ik neem even een setje mee. Ik vond deze wel leuk. Het zijn hartjes. Sommige staan een tekst in, XOXO, love, nou ja, dus die vond ik gewoon heel erg handig. Nou, dan heb ik nog zo'n poedertje en dit is de Magic Mango, die was ook nieuw, daar ben ik ook dus heel benieuwd naar. Eigenlijk hetzelfde verhaal als wat ik net bij die andere poeder al vertelde, dus daar ben ik ook wel benieuwd naar hoe deze gaat bevallen, omdat ik ze gewoon fijn vind. Dan heb ik twee bakken gekocht. Het zijn dus twee van deze bakken. Zoals ik al zei, ik ben een beetje mijn make-up boek aan het omgooien. En ik heb nu bijvoorbeeld een la met wat spullen voor het zetten van acrylnagels. Dat doe ik momenteel eventjes niet. Dus ik dacht, het is eigenlijk een beetje zonde als dat in dat laadje ligt. Dus ik wil dat eigenlijk gewoon in zo'n bak gaan stoppen. En hetzelfde geldt voor mijn limited editie nagellakjes. Die wil ik ook graag in een losse bak gaan stoppen. Ik heb twee keer zo'n bak meegenomen met uiteraard een deksel erbovenop. Dat vond ik wel heel erg handig. Dus daar kan ik dan ook mooi mee aan de gang gaan. Dan heb ik een foam cord. Ik heb er eentje gekocht toen de tijd op internet. Die past helaas niet meer in mijn telefoonhoesje. Dus ik ben benieuwd of deze eventueel wel past.
En als dat niet lukt, dan ga ik hem sowieso gebruiken voor mijn iPod. Want dat vind ik ook wel handig als die ja, dat kan hebben. Je had ze in verschillende kleuren. Ik dacht, ik ga gewoon lekker voor een roze. Wel leuk. En ze zijn echt een stuk goedkoper bij de Action. Dus nou, dan ga ik gewoon eens even proberen of dat wat lukt. Dan heb ik een sponsje, een beauty blender. Ik heb hem eigenlijk meer gekocht vanwege het houdertje, want ik wil wel heel lang zo'n houdertje hebben. En ja, nu zag ik ze bij de Action en ze waren niet zo duur. En hier kun je gewoon elk sponsje inzetten. Je krijgt er een sponsje bij. Maar ik dacht, ik vind dit wel handig om mijn sponsje in te zetten en dan dat die op mijn kaptafel kan staan. Dus ik weet niet of dit sponsje heel fijn is, maar ik heb... Ik heb zelf inmiddels een heel fijn sponsje gehaald. Hij is een beetje puntig, maar ik vond het wel leuk dat ze dit nu ook hebben bij de Action. Dan heb ik nog een paar nieuwe designblokjes meegenomen. En dat zijn deze. Dit zijn gewoon die pads met een aantal leuke, ja, zeg maar gewoon van die leuke blaadjes erin waarmee je creatief kan zijn. Er zitten altijd verschillende blaadjes in. Het is een folie en het zijn blaadjes van 15 bij 15. Je krijgt 30 blaadjes. En er zitten 3x10 designs in. Dus wel heel leuk. Dus dat is deze. Dan heb ik ook deze met allemaal hartjes en dingetjes. Die vond ik ook wel heel schattig. Hier is bijvoorbeeld ook een hele mooie. Het is gewoon heel leuk om hiermee te knutselen. En dan heb ik deze. Die vond ik er ook wel heel leuk uitzien. Deze hebben ook wat teksten bijvoorbeeld. Wat ik heel leuk vind. Streepjes. Nou ja, best wel verschillende blaadjes zitten hierin. En ik heb ook deze. En deze vond ik ook wel heel erg leuk. Bijvoorbeeld dit soort patroontjes. Maar ook streepjes. Ja, het is gewoon, het zijn gewoon hele leuke blaadjes. Ik weet alleen niet of het heel lekker overkomt. Maar het zijn gewoon hele leuke blokjes om mee te knutselen. Dan heb ik nog zo'n setje met de glitter en pearl drops. Hier wilde ik heel graag ook een video over gaan maken. Maar dan wil ik ze graag compleet hebben. En ik ontbrak nog één kleurtje en dat was deze. Dus deze vond ik nu bij de Action. Dus die heb ik toen gekocht. Is ook wel heel erg leuk. Ben ik ook wel benieuwd naar hoe die gaat zijn als ik ze in zijn geheel ga testen. Dan heb ik nog twee nagellakjes. En dat is hier de kleur 477 Mint to Be. Een beetje een mintkleur. Dat vond ik wel heel erg leuk ook. En ook nog een paars kleurtje. En dat is de 450 Summer. Summer Dream, dat is deze. Beetje lila paarsachtig. Ook wel een heel leuk kleurtje. En als laatste heb ik een cover gekocht voor de AirTag. Ik heb namelijk een AirTag besteld en die wilde ik natuurlijk goed beschermen. Dus toen kwam ik zo'n koffertje tegen bij de Action. Ik dacht, nou prima om dat te proberen. Dan is het in ieder geval gelijk goed beveiligd. Ik had deze in verschillende kleuren en ik ben gewoon voor een zwarte gegaan. Ik wil hem namelijk ook aan mijn sleutels gaan hangen, want die raak ik nog wel eens kwijt. En dan is zo'n AirTag gewoon super handig. Dus die. Dan waren dit alle spulletjes die ik dit keer bij de Action heb geshopt. Ik ben er in ieder geval blij mee. Ik ben ook blij dat ik het nu eindelijk kan gaan gebruiken, want het lag er al eventjes. Dus het is wel fijn dat ik er nu mee aan de gang kan gaan. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jij het leukste item vond dat ik bij de Action heb gekocht. En of jij misschien de laatste tijd nog leuke aankopen hebt gedaan bij de Action. Laat het zeker eventjes weten in de comments. Ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken of op mijn kanaal zelf. Daar staat ook een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra ik een nieuwe video heb geüpload. Vond je deze video leuk, dus zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!